Allemaal. Leuk dat je weer aanwezig bent bij een interview van de Runspiration podcast. En ik heb voor jullie vandaag een hele interessante gast gevraagd. Het gaat vandaag over hardlopen en voeding. En hardlopen en voeding. Voeding is natuurlijk net zo'n onderwerp waarvan iedereen wel weet dat dit heel belangrijk is. Maar heel veel hardlopers die doen uiteindelijk maar wat. Want als ik ze dan spreek, dan zeggen ze allemaal van, ik eet hartstikke gezond. En vraag je dan door wat gezond eten nou eigenlijk inhoudt, ja, dan kunnen ze daar niet echt een goed antwoord op geven. En als je dan kijkt naar wat ze uiteindelijk op het bord hebben liggen, ja, dan is daar in veel gevallen, is daar ook nog wel een heleboel aan te sleutelen. Nou, daarnaast is er een heel ander onderwerp en dat gaat over een stukje wedstrijdvoorbereiding. Want ook daar gaat enorm veel mis. En de meest wilde verhalen die doen de ronde over wat je moet eten. En zeker drinken voor, tijdens en na zo'n wedstrijd. Bieten, sap, stapelen van koolhydraten of juist helemaal niet. En hoe dat je dat dan doet. Nou, tijd om daar eens iemand voor uit te nodigen. Nou, en ik heb Teunie Verhagen gevraagd om haar expertise te delen in de podcast vandaag. En ik ken Teunie van het platform yoursportpro.nl, waar wij alle twee zijn aangesloten als sportpro's. En zij is sportdiëtist. Ze heeft zelfs lesgegeven op de opleiding voeding en nou struikel ik over mijn eigen woorden. Zat eraan te komen natuurlijk. Sportdiëtist en ze heeft lesgegeven aan de opleiding voeding en diëtetiek in Groningen. Nou, Teunie, ik ga je erbij halen. Hartstikke welkom. Dank je. Heb jij nog aanvullingen op deze introductie? Nou, ik vind het super leuk om erbij te zijn. Om zo'n mijn eerste live optreden is dit. ja, ik heb er super veel zin in. Goed zo. Ja, mooi. Ik ook. Dus laten we er een leuke uitzending van maken. Voeding en hardlopen. Dat is echt een hartstikke leuk onderwerp om mee bezig te zijn, maar je verzandt al heel snel in details. Kun je algemeen eens wat schetsen over wat je nou het beste kunt eten voor en na het hardlopen? Ja, dat zijn eigenlijk meteen twee verschillende vragen. Want ja. Voor en na het hardlopen heb je eigenlijk wel totaal andere dingen nodig. Mm-hmm. En moet je eigenlijk op andere dingen letten. Dus als ik dan vraag 1 zou herformuleren van wat heb je nodig voor het hardlopen. Mm-hmm. Dan zijn eigenlijk het belangrijkste je koolhydraten. Want zonder koolhydraten heb je geen brandstof en kun je niet lekker rennen. Ja. Maar het is wel redelijk van belang waar je die koolhydraten dan uithaalt. Want er moet niet te veel vet in je producten zitten, niet te veel eiwit in je producten. Want eiwit en vet blijft veel langer in je maag dan koolhydraten. En omdat hardlopen nogal zo'n schokkende beweging geeft op je maag ook. Ja, wil je niet dat eigenlijk die eiwit en vetten zo lang nog in je buik rondzweven. Dus ja, dat moeten eigenlijk, dat noemen we dan licht verteerbare koolhydraten. Dus dat denkt dan aan volkorenbrood, havermout, rijst, pasta, fruit. Dat zijn producten die je dan eigenlijk voor de training zou moeten nemen. Zijn dat dan ook meteen, is dat hetzelfde als snelle koolhydraten of halen we dan weer twee dingen door elkaar heen? Dat zijn twee verschillende dingen. Want je hebt, ik neem even als voorbeeld brood, dan is het witte brood snelle suikers en het volkoren brood is dan langzame suikers of complex, hoe je het ook wil noemen. Mm-hmm. En dan heeft het complexe koolhydraat wel de voorkeur, omdat dat wat langduriger energie afgeeft. Stel dat je echt heel kort voor je training wat wil eten, ja, dan zou je de voorkeur kunnen geven aan snelle suikers, omdat die gewoon heel snel worden opgenomen. Ja. Oké. En als je dan kijkt na het hardlopen, wat hebben mensen dan nodig? Dus van tevoren wil je eigenlijk brandstoffen hebben? Ja. En wat? Ja. Oké. Dus dat zijn dan met name koolhydraten. Ja. En wat zou je dan na het hardlopen kunnen nemen? Nou, na het hardlopen wil je eigenlijk drie dingen aanvullen. Vocht, koolhydraten en eiwit. Vocht omdat je gezweet hebt. En omdat je ook altijd nog nazweet na het lopen.
En dan heb je koolhydraten omdat je ze verbruikt hebt. Dus je brandstof moet je ook weer aanvullen. En dan heb je ja, eiwitten omdat je je spieren gebruikt hebt. En de spieren die je gebruikt, die beschadigen eigenlijk een heel klein beetje. En met eiwitten kunnen die spieren zichzelf weer herstellen. Dus die drie zijn eigenlijk een perfect trio om jezelf te herstellen na een training. Oké. En hoe ziet er dat dan concreet uit na zo'n training? Wat kan ik dan concreet pakken? Ja, dat kan heel veel zijn. Binnenkort heb ik een artikel op I'm a Foodie ook die daar precies over gaat. Van wat kan je nou allemaal nemen als herstelvoeding? Dus hou die in de gaten. ja, dat is... ja, dat kan zijn een bakje kwark met fruit en gewoon een glas water. Of een boterham met kaas en een glas thee. Ja, zolang je ze maar alle drie eigenlijk in één maaltijd doet. Ja, dus je wil eigenlijk wel eiwitten, koolhydraten en vocht met name. Die wil je eigenlijk gecombineerd zien in één maaltijd. Ja. Ja, goed. En dan snap ik dat je afhankelijk van je eigen voorkeuren en misschien bepaalde allergieën en ja, wat andere zaken, je voorkeuren, wat je lekker vindt, ja. dat bepaalt wat je dan definitief kunt nemen. Ja. Oké, dat maakt het meteen ook lastig, denk ik, om een eenduidig antwoord te geven, hè? Ja, en ook, er zijn gewoon superveel mogelijkheden. Ik bedoel, je kunt eiwitten uit zoveel dingen halen, uit zuivel. En dat is al kaas, yoghurt, melk, chocolademelk, maar ook noten, peulvruchten, eieren, vlees, kip. Ja, dus wat dat betreft heb je eigenlijk superveel keuze om niet altijd hetzelfde te eten. Dus ik denk dat dat ook heel prettig is. Ja, tegelijkertijd zijn vaak klanten van mij die zeggen vaak van nou, vertel me nou maar gewoon wat ik moet eten, dan doe ik dat. Maar dat maakt het dus niet makkelijk. Nee. Vind ik. Nee. Hoe ga jij daarmee om als mensen dat zo tegen jou zeggen? Nou, ik heb zelf wel favorieten. Dus ik heb wel een top 3 die ik dan adviseer. Ik vind magere kwark zit gewoon super veel eiwit in. Dus daar hoef je in principe niet eens zoveel van te eten. Dan heb je al de aanbevolen 20 gram binnen. Nou, daar hoef je maar een stuk fruit in te doen en een glas water bij te drinken. En dan heb je eigenlijk al je herstelmaaltijd. Dus dat is eigenlijk mijn favoriet. En naargelang of mensen vegan zijn of überhaupt geen zuivel willen eten of wat dan ook, ja, kun je nog een beetje variëren. Maar ja, dus eigenlijk is dat dan mijn gouden herstelmaaltijd, denk ik. Ja, zo simpel kan het dus zijn. Ja. Goh. En nu we het toch over herstelmaaltijden hebben. Nou wordt er wel eens gesteld dat chocomel zo'n fantastisch herstelmiddel is. Wat is daarvan waar? Nou, daar heb je eigenlijk al het antwoord, want het is natuurlijk vocht. Dus de drank zelf is al vocht, dus dat helpt je ook te herstellen. En er zitten koolhydraten en eiwitten in. Dus het is eigenlijk dat gouden trio zit daarin. En daarom wordt het veel geadviseerd om het te nemen na het sporten. Okay. En, maar ik denk dat zoiets ook wel een beetje overrated is, want... als jij een uurtje gelopen hebt, dan heb je niet per se meteen een heel blikje chocomel nodig. En denk ik dat je ook wel... Ja, ik zou zoiets eerder adviseren na een marathon of zo, of een halve marathon, dan als jij lekker een uurtje hebt geduurloopt. Want je krijgt ook een hoop suiker binnen, die je met een stuk fruit niet binnenkrijgt. Of ook binnenkrijgt, maar dan in een gezonde vorm, zeg maar. Ja, er zit gezond als in, er zit wat meer voedingswaarde in, in zo'n bakje kwark met fruit. Hè? Daar bedoel ik mee dat er ook wat vitamines bij zitten. Hè? Vezels, okay. Dus ik vind zo'n chocomel is eerder praktisch voor als je geen tijd hebt, of dan dat het echt nou zo fantastisch is. Oké. En wat adviseer je nou aan mensen die tijdens het hardlopen... Wat willen eten? Ja. Nou, eigenlijk is een beetje de gouden regel dat als je
een uur wegblijft met lopen, dan hoef je eigenlijk niks mee te nemen. Dan zou je op zich met je voorraden door kunnen. En na dat uur ligt een beetje aan ja, je persoonlijke situatie, maar dan kunnen mensen wel eens inderdaad wat behoefte krijgen aan wat te eten. En ja, uit de praktijk heb ik heel veel verschillende dingen geadviseerd en ook teruggehoord. En ik heb een marathonloopster begeleid en die vond het super fijn om dadels te eten tijdens het lopen. Nou, ik krijg het niet weg, maar haar lukte dat en ze vond het fantastisch. Dus dadels ja, zijn eigenlijk hele snelle koolhydraten en neem je op zich vrij snel op. Maar ik heb ook lopers gehad die namen een danoontje mee. Of ja, sportshelletjes, die kennen jullie waarschijnlijk wel. Mm-hmm. En isotone sportdrank is een superhandig middel om mee te nemen. Ja, rozijntjes. Je kunt het eigenlijk zo gek niet verzinnen als er maar niet te veel vet en eiwit in zit. Ja, precies. Dus je wil dingen hebben die snel verteerbaar zijn. Ja. En waar met name dan die koolhydraten in zitten. Ja. 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 En vocht, wordt dat niet ontzettend vaak vergeten? Ik noemde het in de introductie al, als je het hebt over de vochtbalans. Wat heeft die vochtbalans nou te maken met je prestatievermogen bijvoorbeeld? Ja, mega veel. Want je verliest heel gemakkelijk veel vocht met lopen. Zeker als het een warme dag is. En dat betekent dat als je... ja, stel je zet jezelf voor en na het lopen op de weegschaal en je bent een kilo lichter geworden na het lopen. Nou, dan hoef je niet in je handjes te klappen dat je bent afgevallen, maar je bent gewoon een liter vocht verloren. En dat vocht, dat zorgt ervoor dat je prestatie met 50% achteruit kan gaan of je duurvermogen. Ja. Dus dat gaat best wel rap. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk wel. En hoeveel, wat verliest dan een doorsnee hardloper aan vocht per kwartier of per uur? Hoe kun je dat aangeven? Volgens mij is dat, dat durf ik niet precies te zeggen, maar volgens mij je kunt volgens mij al 1,5 liter vocht verliezen op een hele dag. Mm-hmm. Maar dat is gewoon al als je gewoon aan het leven bent, dus 1,5 liter verlies je al. En die kilo, volgens mij kun je best een liter vocht verliezen per uur. Ja, ja. Een liter per uur. Ja, dus dat zou eigenlijk betekenen dat je ieder kwartier even een bekertje water of zo. Of na een bekertje water zit natuurlijk maar 150 milliliter in. Zou je eigenlijk 1,5 bekertje water al per kwartier willen drinken? Ja, ja. Nou, ook tegen wel een beetje. Ja, ook wel een beetje persoonlijk, want ik denk dat ja, binnen het uur heb je vaak nog niet per se wat nodig. Nee. En hoe kouder de dagen, ook hoe minder vocht je nodig hebt. Maar zeker als het heel warm is, ja, dan moet eigenlijk iedereen met water de deur uit. En dat doen veel mensen niet. Nee. Want wat je schetst inderdaad is dat je met 2% vochtverlies al 20% van je prestatievermogen onderuit gaat. En 2% vochtverlies, ja, dat is, naar ik meen, 1,5 liter. En als je dorstgevoel begint te krijgen, dan ben je eigenlijk al te laat, toch? Ja, dat is wat ze officieel zeggen. Dat klopt. Dan loop je eigenlijk al 1-0 achter. Mm-hmm. En dus is het gewoon, ja, het is belangrijk dat je, zeker als je lang weggaat, als je een lange duurloop doet, dat je eigenlijk drinkt voordat je dorst krijgt. Ja, en dat moet je trainen. Dat moet je echt trainen, want anders krijg je een klotsbuik en allemaal dat soort narigheid. Ja, dat is ook wel een veelgehoorde klacht. Ja, ik kan niet drinken tijdens het lopen. Ja, goh. Ja. Oké, dus tijdens trainingen gewoon integreren in je training eigenlijk, zeg je nu? Ja, zeker. Je moet het oefenen tijdens het trainen. En ja, op zich is water dan misschien niet de beste drank. Nee. Omdat water niet zo goed wordt opgenomen in het bloed tijdens het lopen. Mm-hmm. Dus dan zou je beter kunnen kiezen voor een isotone sportdrank als je het wil gaan oefenen, zeg maar. En even heel kort, want we raken het aan. Sportdrank, wat is het verschil tussen isotone en nou laat ik even zeggen, hypertone sportdrank? Ja, ik ken het verschil allemaal, maar voor de kijkers. Nou, hoe oranjer...
oranjenige drankje. Ja, dat ken je wel, de Extran of de AA-drank. Nou, dat is super zoete, ja, zoete rommel eigenlijk. Dat moet je niet gebruiken als je aan het hardlopen bent. Dat ligt veel te zwaar op je maag. En een isotone drank zit daar eigenlijk net onder. En water zit daar weer onder. En ze hebben gewoon uit onderzoek is gebleken dat isotone sportdrank veel makkelijker opneembaar is tijdens het bewegen dan water. En waar zijn die mierzoete drankjes dan goed voor? Nergens. Buiten de omzet van de fabrikant? Ja, nergens. Oh. Ja, helemaal nergens goed voor. Nou, dan hoeven we daar niet langer meer over na te denken. Oké. Herstel en voeding. Gouden combinatie, maar vertel, hoe werkt dat nou eigenlijk? Herstellen en voeding. Nou, ik stipte het denk ik net al heel eventjes aan. Op het moment dat je gaat trainen, in welke vorm dan ook, raken je spieren eigenlijk een beetje beschadigd. En die spieren die kunnen zich tot 24 uur, 48 uur na de training eigenlijk nog herstellen. En dat herstellen kunnen zij alleen maar met aminozuren. En dat zijn dan de bouwstofjes eigenlijk van eiwitten. Mm-hmm. En op die manier kunnen de spieren en herstellen voor een nieuwe training. En soms zelfs ook nog iets sterker worden dan ze voorheen waren. En er wordt altijd gezegd dat je echt rennend naar huis moet om binnen een half uur je maaltijd naar binnen te schuiven, omdat anders de spieren niet meer herstellen. Nou, dat is gelukkig niet zo. Mm-hmm. Maar er wordt wel geadviseerd om het binnen 2 uur te doen. En ik geef eigenlijk altijd de tip: eerst eten en dan douchen. Dus dat je... Ja. Dat is een mooie praktische, toch? Ja. Dus we hoeven gelukkig niet binnen een half uur een volledige maaltijd achter de kiezen te hebben. Als we dat binnen 2 uur doen, dan neemt het lichaam het gelukkig nog op. Ja, absoluut. Nou. Ja. Oh, fijn, goed zo. Ja. Nou, dus eigenlijk die eiwitten die zijn mega belangrijk na het sporten. Om in het kader van je spierherstel. Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Zo. Nou ken ik veel lopers die iets te veel buik hebben en die ook wel wat willen afvallen tijdens het lopen. Maar, moet je dat überhaupt willen of en hoe doe je dat dan? Ja. Eigenlijk is hardlopen best wel een praktische sport om mee af te vallen, want je verbrandt gewoon met een uur hardlopen best wel wat calorieën. Mm-hmm. En ja, om af te vallen wil je dus eigenlijk minder calorieën tot je nemen dan dat je verbruikt. En met het hardlopen verbrand je er dus al een hele hoop. Dus ja, ik zou zeggen, als je voeding een beetje op orde hebt, hoef je eigenlijk niet zo heel erg gek te doen. Dus want je verbruikt al best wel wat met het hardlopen. Okay. Maar ik denk dat de moeilijkheid is dat als je best wel wat loopt, dat je ook wel wat meer hongergevoelens hebt. En dat je daar dan ook naar gaat eten. En dat je daardoor uiteindelijk onder de streep kan aankomen als je hardloopt in plaats van de andere kant op. Is dat dan de reden waarom dat veel hardlopers toch aankomen in gewicht? Ja, omdat ze eigenlijk... Alsnog te veel eten? Ja, ik zag dat in de praktijk wel. Dat mensen die veel aan duursport gaan doen, gaan ook gewoon in verhouding meer eten. Omdat ze ook in hun hoofd denken van, ja, dat heb ik nodig. Ik heb die koolhydraten nodig. Terwijl dat is eigenlijk niet helemaal zo. Dus ik denk dat daar een groot stuk van het probleem ligt. Als je wil afvallen met hardlopen. Hoe kunnen mensen dat nou inzichtelijk krijgen voor zichzelf? Heb je daar een praktisch handvat voor? Of los van het feit dat ze dat best natuurlijk onder begeleiding van een sportdiëtist kunnen doen. Maar als mensen nou zitten te luisteren naar die podcast en denken van joh, mijn buik groeit terwijl ik veel aan het hardlopen ben. Mm-hmm. Wat zouden ze nou kunnen doen om dit voor zichzelf in kaart te brengen? Nou, wat een heel makkelijk trucje is door je voeding gewoon eens bij te houden in een applicatie, in een app. En dan kun je al best wel wat inzicht krijgen. Wat eet ik nou allemaal? En
ja, wat verbruik ik nou met een uurtje hardlopen? Nou, dat is misschien 600, 700 calorieën. Dus ja, het bijhouden. En eens kijken van hoeveel eet ik nou eigenlijk? Ja, ja. 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 En dus dat, eigenlijk dat is al de eerste stap in een bewustwordingsproces. Ja, absoluut. Dat is het allereerste begin. Ja. Ja. Ja, ik heb inderdaad ervaren dat het relatief eenvoudig is om met zo'n app je eetpatroon bij te houden. Ja. Maar goed, dan begint het pas, hè? Want dan, als je dan weet hoeveel je eet en hoeveel dat je op een dag nodig hebt, ja, dan moet je nog gaan sleutelen aan het eetpatroon. En ik zou, nou goed, dan haal ik misschien, maai ik het gras voor je voeten weg. Maar ik zou mensen niet zomaar klakkeloos adviseren om dat zelfstandig te gaan doen. En ik zou echt adviseren om daar een expert voor in te schakelen, om daar begeleiding bij te zoeken. Want dan zul je merken dat je met een relatief kleine aanpassing in je eetpatroon al heel veel effect geeft. Ja. Toch? Ja, want je wil ook of voldoende energie houden. Nee, helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is. Want ik denk, mensen gaan ook snel te extreem. En hebben dan uiteindelijk geen energie meer om lekker te lopen. En ja, je wilt toch lekker met plezier blijven bewegen. Dus ik denk dat je het zeker heel goed zou zijn om het met hulp te doen. Oké. Okay. Ja. Nou krijg ik vaak wat vragen over. Mensen die willen afvallen, die doen dat dan toch regelmatig met een low-carb dieet. Hè? Dus laag in koolhydraten eten. En werkt dat nou, dat low-carb eten in combinatie met sporten en met hardlopen in zijn algemeenheid? Ja, nou, low-carb werkt in ieder geval supergoed als je wil afvallen. Maar elke dieet werkt eigenlijk als je wil afvallen. Dus wat dat betreft maakt het niet zo heel erg uit hoe je het doet. Maar nagelang hoeveel je als persoon traint, kan het ongunstig uitwerken. Want stel je bent iemand en die wil elke dag hardlopen. Koolhydraten heb je gewoon nodig om je voorraden glucose, dat heet dan glycogeenvoorraad, om die goed gevuld te houden. En als jij geen koolhydraten meer eet, dan start je dus je training altijd met, ja, of altijd zonder brandstof. Dus dat, het kan wel, alleen je lichaam heeft veel meer moeite om op gang te komen, omdat hij ergens uit een ander vatje moet tappen. Dus ik denk dat als je dat zou willen doen, dan zou je moeten werken met op trainingsdagen eet ik het wel, koolhydraten. En op dagen dat ik rust, eet ik het bijvoorbeeld minder of niet. Mm-hmm. Als je daar fijn bij voelt, kun je dat prima doen. Maar niet als je veel traint. Nee. En een andere die daar heel belangrijk bij is, is de intensiteit van training natuurlijk. Hè? Hoe intensiever dat je traint, hoe meer dat je überhaupt verbrandt aan energie. Ja. Maar hoe groter het percentage uit koolhydraten is ook. Ja, kijk, en je kunt natuurlijk een auto ook niet laten rijden op een lege tank. Precies. Dus, ja. Oké. Okay. Nou, dan heeft het lichaam gelukkig wel het voordeel dat het ook over kan schakelen op vetverbranding. Dus het is niet, koolhydraten is natuurlijk niet de enige bron die je kunt aanspreken. Maar ja, oké. Okay. Maar als je intensief wil gaan sporten, heb je gewoon die koolhydraten nodig. Dat is eigenlijk de strekking van de boodschap. Ja, en ik denk, kijk, vetverbranding is op zich een hele interessante manier om energie op te wekken. Maar veel mensen denken dat dat pas na 20 minuten van start gaat. Maar vetverbranding, dat zitten wij nu ook te doen. Dus dat gaat altijd door. En vetverbranding is voor je lichaam gewoon een andere manier van een bronnetje tappen, zeg maar. Dus dit betekent niet dat we nu dan direct onze vetrollen aan het verbranden zijn, want dat duurt veel langer voordat je die aanspreekt. Ik denk vetverbranding is alleen maar heel erg handig als je marathons loopt, omdat hoe langer jij op je vetverbranding kunt teren, hoe langer je eigenlijk je koolhydraatbronnen uitstelt. Dus dan kun je bijvoorbeeld op de laatste kilometers nog wat koolhydraten tappen uit je glycogeenvoorraad. En dan kun je zonder een man met de hamer de finish bereiken. Dus, maar ik denk dat dat pas van toepassing wordt als je echt een behoorlijk van hoog niveau hardloper bent.
Ja, want door de bank genomen, je hebt zeg maar je snelle energievoorraad, hè, die is beperkt. Dat is die glycogeenvoorraad waar je het over hebt. En hoe lang kan iemand daarmee hardlopen, de gemiddelde hardloper? Nou, dat is dus gebaseerd op dat uur en een kwartier misschien, kun je in principe zonder eten gewoon gaan. Ja, Gemiddeld gezien. dat is wat je zegt. Dus in principe moet iedere enigszins getrainde loper, die moet gewoon een uur kunnen hardlopen zonder dat hij per se van tevoren echt gegeten moet hebben. Ja. Oké. Nou, mooi. Nou ja, En wel, ja. Nou ja, als je 's ochtends op een nuchtere maag gaat lopen, dan zijn die ja. voorraden niet gevuld. Dus het geldt wel als je wel gewoon fatsoenlijk gegeten hebt. Oké, ja, interessant onderwerp, want ook trainen op nuchtere maag, dat wordt Ja. dan vaak gesteld dat helpt om wat extra vetten te verbranden. Klopt dat of is dat ook een fabeltje? Is een fabeltje. Dat meen je toch niet? Ja. Het wordt geen leuke uitzending zo, hè? Nee, jeetje, wat moet ik nou tegen al die mensen vertellen, joh, die graag op nuchtere. Oké, waarom zou je dan op een nuchtere maag willen hardlopen? Nou, dat is dus alleen maar omdat je op zich kan het gunstig zijn om je lichaam wat meer te triggeren om op vetverbranding te kunnen presteren. Omdat je de man met de hamer kunt uitstellen op die manier. Want je vetvoorraad is natuurlijk immens bij iedereen. Dus daar kun je heel lang op teren in principe als je daar eenmaal in zit. En je glycogeenvoorraden blijven dan lekker gevuld. Ja, dus ja, dat eigenlijk. Het is Ja. meer praktisch of zo dan dat je het moet doen om af te vallen. Ja, puur praktisch in de zin van als je 's ochtends opstaat en eerst gaat eten met een volle maag Ja. hardlopen heeft geen zin. En dan Nee. krijg je maagkrampen. Dus puur praktisch kun je op een lege maag prima trainen op lage intensiteit Precies. in de ochtend. En Ja, anders, prima. als je wat intensiever zou willen trainen, ga je toch aanraden om van tevoren iets te eten waardoor je net wat meer snelle energie in de tank hebt zitten. Ja, of je neemt dan op die dagen toch wat mee. Dat je Ja. denkt, nou, ik trek het misschien niet helemaal, ik neem wat mee. Ja, dat je voor onderweg wat meeneemt. Ja, helder. Ja. Oké. Nou had ik vorig jaar heb ik iemand gecoacht die had een glutenallergie. En dan heb je met het binnenkrijgen van koolhydraten sowieso wel een uitdaging. Wat zou je nou, dat hoeft niet heel uitgebreid, maar wat zou je nou iemand adviseren in basis? Welke producten kun je met een glutenallergie sowieso wel nemen? Nou, eigenlijk best wel veel, want havermout is in principe glutenvrij. En als je het niet helemaal vertrouwt, dan kun je glutenvrije havermout kopen. Is net iets duurder. Ze hebben hele lekkere glutenvrije broodjes van Jam, heet dat merk. Jam is geloof ik te koop bij de Jumbo. Ja. Prima brood. Je hebt het graan Tef met dubbel F. Dat is een Ja. glutenvrij graan. Boekweit. Quinoa of quinoa. Ja. En eigenlijk zijn dat hele goede middelen om te vervangen die glutenvrij zijn. Oké. Ja. Nou ja, bij deze een shout-out voor iedereen die glutenvrij wil eten of moet eten, laat ik het zo Ja. zeggen. En er zijn mogelijkheden. En Ralf Moorman, als je zit te luisteren, we hebben je naam. Jam is voor jou. Dus de credits die komen onze kant op. We verdelen. Wij gaan graag een keertje samen uit eten. Ja, Dat komt zeker. wel goed. Ja, goed. Dus Zeker. Ralf, als je zit te luisteren, wij zien het wel tegemoet. Mooi. Oké. Ander onderwerp waar veel fabeltjes of, nou ja, waar veel over gesproken wordt, zijn supplementen. Zou je überhaupt supplementen willen gebruiken als hardloper en welke zijn dan nuttig? Gewoon een algemeen advies, wat zou je zeggen? Nou, er is eigenlijk maar één supplement wat we allemaal moeten gebruiken. En dat is vitamine D. Dat is ook een supplement. En dat moeten we eigenlijk met z'n allen slikken van oktober tot en met april. Omdat vitamine D maken we normaal aan door dat de zon op onze huid komt. Nou, dat is nu niet echt meer het geval. En
Ja, vitamine D is heel belangrijk bij echt tal van processen in je lichaam. Vooral voor je immuunsysteem en je botgezondheid. En eigenlijk is dat de enige supplement die ik zou aanbevelen nu voor iedereen die nu kijkt. Dus morgen meteen mee beginnen. Ja. En voor de rest is het, is het allemaal een beetje geneuzel in de marge eigenlijk. Want als je het hebt over supplementen die je, ja, ze kunnen je wel beter maken. Maar dat gaat echt over een honderdste van een percentage of zo. Dus dat is mijn inziens alleen maar interessant als je een topsporter bent. En dan heb ik het over bietensap, lees je wel eens wat. En cafeïne. En nou ja, er zijn er heel veel meer. En nou ja, ik denk dat je eerst eens moet kijken, hoe ziet mijn basisvoeding eruit? En als daar nog van alles aan te sleutelen valt, dan moet je echt nog niet aan die andere dingen beginnen. Oké. Weer een saai advies. Ja, alsjeblieft. Nou, daar ga je dan. Basisvoeding, jeetje. Oké. Ja. En vitamine D, hoe ziet dat uit? Waar moet ik op letten als ik dat ga aanschaffen? Vitamine D is in twee vormen te koop, D2 en D3. D3 mm-hmm. moet je hebben en dat moet je zo rond de 10 tot 20 microgram per dag binnenkrijgen. Dus nou ja, kies een tabletje die 10 tot 20 microgram bevat. Mm-hmm. En neem het tijdens een maaltijd, want het is een vetoplosbare vitamine, dus die moet je niet innemen op een nuchtere maag. Oh, dat is wel een hele verstandige om even te melden. Inderdaad, het is een vetoplosbare vitamine. Dus ja. Die moet je innemen tijdens een maaltijd waar je ook wat vetten nuttigt. Ja, okay. Ja, dat klopt. Ja, nou, want anders dan spoel je het gelijk weg. Of wat gebeurt er dan? Ja, wordt het niet opgenomen. Of minder goed opgenomen. Ja. Oké. Okay. En multivitamine, is dat iets waar we ons druk om moeten maken? Een multivitamine is eigenlijk een soort verzekering afkopen. En dat kan heel fijn voelen, dat je weer zeker weet dat de basis goed is. Want ik neem toch een multivitamine. Mm-hmm. In principe heb je het niet nodig als je basis op orde is. Dus als je genoeg varieert, dus niet elke dag hetzelfde eet. En genoeg groente, fruit, graanproducten enzovoort eet. Mm-hmm. Maar als je van jezelf weet van ik red dat gewoon vaak niet. Of omdat ik te druk ben. Of omdat ik een wisselende levensstijl of zo heb. Ja, dan kan het wel een aanbeveling zijn. Een okay. aanvulling. Ja. Oké. Okay. En het laatste waar ik ook veel over hoor is... twee dingen nog. Visolie of omega-3 vetzuren. Mm-hmm. Heb je... Ja, wat zijn dat? En kun je daar eens iets over vertellen? Omega-3 vetzuren zitten eigenlijk voornamelijk in onze vette visproducten. Dus dan bedoel ik zalm, forel, paling, anchovis. Dus echt een beetje de vettige vissen. En mm-hmm. die eten wij als Nederlanders gewoon eigenlijk niet of te weinig. En er wordt geadviseerd om één keer in de week wel van die vette vis te eten. Nou, en als je dat niet haalt, dan zou een visoliecapsule gewenst zijn. En kan ik daar wat over vertellen? Dat is net zoiets als vitamine D. Het heeft heel veel functies in je lichaam. Voor je hersenontwikkeling en noem maar op. Uh-huh. Dus het is wel een belangrijk stofje, een interessant stofje. Dus het is goed om vis, denk ik, wat vaker op het menu te zetten. Ja, dus gewoon eigenlijk het algemene advies van één keer in de week vette vis. Dat, wat het voedingscentrum eigenlijk adviseert, dat zou afdoende moeten zijn. Ja. Oké. Okay. Nou, dus hoeven we ons ook eigenlijk om visoliecapsules ook al niet al te druk te maken. Nee, of als je het nooit eet. Ja, oké. Als je dus geen viseter bent, is dat wel iets om te overwegen. Ja. Ja. Laatste vraag over supplementen. Mm-hmm. Er is ongelooflijk veel te kopen op het gebied van eiwitshakes.
BCAA's, aminozuren, pre-workout, eiwitshakes algemeen met verschillende smaakjes. Nou, echt, je wordt ermee doodgegooid. Maar moeten we die nou nemen, ja of nee? Nee. Nou, ja, kijk. Helemaal geen twijfel, maar het is natuurlijk weer, het is misschien een beetje kort door de bocht antwoord, maar als we even terugschakelen naar het allereerste onderwerp, dan is magere kwark echt de perfecte eiwitbron als je je eiwit omhoog wil krikken. En ga het eerst maar eens daarmee proberen. En als dat niet voldoende is, dan kun je altijd nog naar de eiwitshakes grijpen. Maar voor een doorsnee hardloper echt niet nodig. Waarom zouden mensen het eventueel wel, voor wie kan het wel interessant zijn? Voor mensen met weinig tijd. Dus als je, stel je gaat hardlopen voor je naar je werk gaat en je wilt toch even een maaltijd met veel eiwitten na je training binnenkrijgen. Ja, dan is een eiwitshake wel super praktisch, want je gooit er wat water bij en je mixt het. En je bent klaar om te gaan. Dus ja, praktisch is het wel. Ja, zeker. Niet te zuipen. En vervolgens zit je de hele dag van die ongelooflijk smerige stinkscheten te laten. Dus dat is zeker lekker praktisch. Als je nog heel de dag op kantoor zit. Dat is jouw ervaring dan. Ja, ik zit de hele dag... goed, daar gaan we niet op verder. Oké. Nou, leuk. Laatste vraag voordat we doorgaan. Want er komen nog wat vragen binnen van mensen. Wie zou jij nou graag in deze podcast terugzien? Nou, ik zou heel graag iemand terugzien die wat meer kan vertellen over de meerwaarde van krachttraining voor hardlopers. Omdat ik een beetje het beeld heb dat hardlopers altijd alleen maar aan het lopen zijn. En heel slecht ontwikkelde buikspieren hebben en rugspieren en wat dan nog meer. En ik denk dat het heel goed kan bijdragen aan preventie voor blessures en een betere loopstijl. Dus ik hoop dat jij daar iemand leuks bij kan verzinnen. Ja, ik kan daar zelf een uur wel over gaan volkletsen. Maar er zijn mensen die daar nog meer verstand van hebben dan ik. Dus die ga ik voor je zoeken. Want krachttraining is absoluut ook is echt een vergelijkbaar onderwerp met voeding. Hè. We weten allemaal wel dat het belangrijk is. En er zijn ook hele boeken over volgeschreven. Maar vervolgens, om het praktisch te maken voor jezelf, zonder dat je meteen naar de sportschool moet rennen en allerlei dumbbells en moeilijke oefeningen moet doen. Joh, keep it simple. Maar daar ga ik naar op zoek. Ja, zeker. Ja, leuk. Goh. Ja, daar kunnen we een hele praktische uitzending over maken. Goed, laten we even kijken, want er zijn wat. We zijn via Facebook live nu. Laten we eens kijken naar wat vragen die binnenkomen. Want er zijn ontzettend veel mensen aan het kijken, toch, stiekem. Gea zegt, hoe doe je dat als je weinig koolhydraten wilt eten om ook gewicht te verliezen? Ook dan eet je koolhydraten na het lopen? Vraagteken. Dat hebben we eigenlijk al behandeld, hè, die vraag. Toch? Ja, eigenlijk wel. Dus ik denk dat je moet kiezen of je wil koolhydraten eten of niet. En als je echt low carb wil eten en je wil ook blijven hardlopen, ja, dan eigenlijk een strikvraag. Ja, dat zijn twee tegenstrijdige dingen die je dan doet, hè? Ja, want je wil wel je voorraden aanvullen in principe. En, ja. Maar ja, dus als je strikt low carb wil eten, ja, dan zou dat eigenlijk niet kunnen. Mm-hmm. Ja, ik zou dan nog één, misschien zou je het dan alleen uit fruit of zo kunnen halen en dan de rest kunnen laten varen, zoiets. Ja, dat zou nog een. Maar je gaf eerder al het antwoord dat je eigenlijk, als je echt strikt low carb wil gaan, ja, dan moet je daarvoor gaan. Dan ligt daar je prioriteit. Dan moet je even de intensieve hardlooptraining, die moet je eventjes wat laten varen. Maar je kunt ook de tussenvorm kiezen, hè, dat je zegt op trainingsdagen heb ik mijn energie nodig. Dus dan kies ik ervoor om wel koolhydraten te eten. En juist op niet-trainingsdagen, dan kan ik mijn low-carb eetgewoonte bijhouden. Ja. Toch? Ja, dat klopt.
Oké. Daniela vraagt van aminozuren die zijn dus belangrijk na de training, vooral als je spierpijn denkt te krijgen. Wat kun je daarop zeggen? Spierpijn en aminozuren? Dat heeft eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken. Spierpijn kun je ook krijgen als je nog zo'n goede herstelmaaltijd hebt gegeten. Dus dat staat eigenlijk los van elkaar. Spierpijn is natuurlijk wel spierschade die je voelt, maar ja, dat kunnen gaan eiwitten niet voor je oplossen. Dus dat moet zich gewoon herstellen gedurende de dagen daarna. Oké. Okay. En waarom? Dus het eten van eiwitten heeft eigenlijk geen effect op wel of geen spierpijn krijgen. Nee. Oké. Okay. Nee. Weer een fabel de wereld uitgeholpen, Tony. Ja dat is. Mooi. Maar het eten van eiwitten is dan toch wel belangrijk. Ook al verwacht je, heb je een pittige training gehad, gewoon om de opbouw van spieren wel te stimuleren. Zeker, ja. Maar je verkort eigenlijk de periode van spierpijn er niet mee. Nee, dat niet. Nee. Oké, interessant. Nou, dit is een hele interessante vraag. Daar hebben we het nog niet over gehad. Ik laat hem even zien op beeld. En wanneer is koolhydraten stapelen van toepassing? En hoe kun je dat verantwoord doen? Is dit handig te doen bij een GBP? Dus glycogeenbeperkt GBP? GBP is... Nou, om prestaties te verbeteren. Maar oké, okay, maar hoe kun je koolhydraten stapelen? Is dat nog steeds van toepassing? Nou, er zijn eigenlijk twee manieren. Je hebt de klassieke methode, die is een beetje van vroeger. Dan ging je gewoon gigantisch veel koolhydraten eten en steeds minder trainen. Waardoor je glycogeenvoorraden echt helemaal uit zijn voegen zouden barsten, zeg maar. Tegenwoordig zijn ze er eigenlijk een beetje van teruggekomen. Want hoe meer koolhydraten je stapelt, hoe zwaarder je ook wordt. Want koolhydraten binden een beetje vocht. Ja. En nu zeggen ze eigenlijk van, nou weet je, je trainingen die gaan als het goed is toch al een beetje omlaag voor een wedstrijd. Want dan moet je rust nemen. Als je dan gewoon lekker redelijk normaal blijft eten met normale porties koolhydraten, misschien een beetje meer, dan is dat eigenlijk al voldoende om goed aan de start te staan. Oké, en heeft het dan ook nog effect als je, en dan gaan we heel technisch, sorry als we daarmee wat te veel te diep in gaan, maar heeft het dan ook nog effect als je 4 dagen voor de wedstrijd, dus stel de wedstrijd is op zondag, dat je dan maandag, dinsdag heel laag in je koolhydraten gaat zitten? Een soort depletie treedt dan op, hè? Dat je voorraden leeggetrokken worden. Ja. En dan juist op vanaf woensdag of donderdag dat je weer wat hoger in je koolhydraten gaat zitten. Ja, dat is eigenlijk de klassieke manier. Dus dat is de oude manier. Dus dat je inderdaad eerst weinig eet en dan ineens heel veel. Ja. Dus ja, het kan, maar het is praktisch gezien gewoon best wel zwaar. Omdat je natuurlijk... als je helemaal geen koolhydraten meer eet of heel weinig, nou, dan krijg je een enorme dreun eigenlijk, want je hebt heel weinig energie. En dan moet je ineens echt mega veel gaan eten, wat je waarschijnlijk niet eens wegkrijgt. Okay. Dus ja, de optie 2 is eigenlijk wel het ideaalste. Dus een week van tevoren minder gaan trainen en de koolhydraten langzaam een beetje opvoeren. En gewoon je gemak houden. Maar je hoeft niet het aloude klassieke bunkeren, dat is dus niet nodig. Nee, want mensen kwamen er ook vaak van aan in kilo's. En dan starten ze de wedstrijd zwaarder. En dat wil je natuurlijk helemaal niet. Ja, goh. Ja, inderdaad joh. Want als je dan in die laatste week voor de wedstrijd nog 3 of 4 kilo zwaarder wordt, dan is je... Ja, dan doe je meer schade mee dan goed waarschijnlijk. Ja. Ja. Oké, okay. Cool. Mooi. Nou, er blijven vragen binnenkomen, joh. In een latere fase kunnen we die wellicht nog een keer behandelen. Voor nu denk ik dat we... Ja, hoe kunnen we dit samenvatten? Het is eigenlijk, hoe stom dat het ook klinkt, Is de boodschap niet heel erg sexy. Doe gewoon normaal. Maar ja, wat is dan normaal? Daar hebben we het vooral over gehad vandaag, hè? Ja, ja. Dus wil je hele flitsende boodschappen, blijf dan absoluut je favoriete voedingsguru volgen.
Want die vertelt je dat je met helemaal niks toch een heleboel kunt bereiken. Wil je daadwerkelijk prestaties bereiken, dan moet je gewoon normaal doen. Is dat een beetje de strekking van het verhaal? Ja, en ik denk je eigen gewoontes eens onder de loep nemen. En eerst dat eens goed in kaart brengen. En lekker met z'n allen aan een herstelmaaltijd. Ik denk dat dat veel mensen wel echt nu al kunnen gaan verbeteren. Mm-hmm. En dat is het wel, denk ik, ja. Ja, nou, goh. Ja. Leuk. Ja. En vul ik eventjes aan dat op het moment dat je met dit soort vraagstukken zit, dan loont het echt om contact op te nemen met iemand die daar verstand van heeft. Want goed, als mijn auto kapot is, dan ga ik er ook mee naar de garage waar ze de verstand van hebben. Dan ga ik ook niet aan de slager vragen wat ik eraan moet doen. Dus de vraag stellen aan je vrienden of op Facebook, dat gaat je niet brengen tot het gewenste resultaat. Maar het opzoeken van iemand die er verstand van heeft, dat gaat je waarschijnlijk wel resultaat opleveren. Dus schroom niet om expertise in te schakelen. Ja. Oké. Okay. Daar ben je het mee eens, neem ik aan. Helemaal goed. Ja, ga naar de sportdiëtist. Absoluut. Oké, nou dan wil ik hem hiermee afsluiten. Dankjewel, Teuny. Dankjewel voor iedereen die aan het kijken is. En ik zie jullie allemaal graag in een volgende aflevering van de Runspiration podcast. Ciao, ciao. Oké.